groetjes. Ja, dankjewel. Tot ziens, doei. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Had je dat verwacht? Een klein beetje. Ja, want ik had er een goed gevoel over de producten, zeg maar, die ik gemaakt had. Van, nou, dat is beter als vorig jaar. Dus dan moet ik maar even afwachten wat de jury ervan zegt dan, hè. En die jury was lovend. Bakkerij Herman Schepers doet al 4 jaar mee en nu was het dan eindelijk raak. We doen eigenlijk alleen maar om zo goed mogelijk te scoren qua product. Want wij hebben de drive nog om te zeggen van, nou, we willen een goed product maken. Kijk, en dat dit gebeurd is, ja, dat vinden we natuurlijk hartstikke mooi. Want ja, dit overkomt niet iedereen natuurlijk. En nou, mijn zoon is in maart jeugdkampioen geworden in broodbakken en nou ik. Dus wij staan een beetje nieuw gelijk dus. Zo vader, zo zoon. En wat is hun geheim? Wat heel belangrijk bij broodbakken is de 3T's en een L. De eerste is de temperatuur. Ja, dat is heel belangrijk voor de deegontwikkeling. En dan heb je de tijd. Broodbakken van meel tot brood duurt 4 uur. Zolang is het onderweg. Daarom moeten bakkers ook altijd zo vroeg beginnen. De derde T is toewijding. Dat wil zeggen, je moet passie voor het bakken. En de L, dat zeg ik, die zet ik er zelf bij. Dat is liefde voor het vak. Als je dat bij elkaar goed hebt, dan heb je technisch gewoon een goed stukje brood. Schepers hoopt dat deze prijs hem nog meer klanten op gaat leveren. Ik denk wel dat er wel wat drukker wordt. En wat meer klanten en dat soort dingen. Dus ja, we moeten maar afwachten.